is vandaag vrijdag 5 februari en het is 5:30. Ik ben van, denk ik, 4:30 terug van school. Vandaag was mijn laatste schooldag. Ik heb nu een week krokusvakantie, carnavalsvakantie dus. En dat wil zeggen dat ik weer 1 week lang ga vloggen. Ik heb besloten om gewoon vandaag al te beginnen. Ik wil eerst pas maandag beginnen en het weekend gewoon skippen eigenlijk. Maar ik denk van nee, want ik ga dit weekend al een paar dingetjes doen. Dus ja, vind ik het gewoon leuk om het vast te leggen op beeld. Ik wou eigenlijk deze morgen mijn vlog al starten, maar toen dacht ik van, ja, ik had niet zoveel tijd. Ik moest mijn make-up nog doen, ontbijten. En het was gewoon een beetje hectisch deze morgen en moest mijn bus halen en zo. Dus heb ik deze morgen mijn vlog niet gestart. Vandaag zal waarschijnlijk ook niet een heel boeiende vlog worden. Het is meer zo, zeg maar, een opening tot de vlogs gaan beginnen. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in. De laatste keer dat ik gevlogd heb was met de kerstvakantie. En dat is toch alweer een tijdje geleden. Dus dit is weer eigenlijk de eerste keer dat ik weer terug vlog. Wat ik nog ga doen is, ik heb van 7:30 tot 7:30 ballet, dus daar kan ik eigenlijk ook niet super veel van filmen. Ik ga straks mijn zus haar nagels doen, want zij gaat morgen weg en ze wil dan graag haar nagels mooi hebben, dus dat kan ik wel voor jullie vloggen. Wat ik op het moment aan het doen ben, zijn YouTube-video's aan het kijken. Ik ben nu eentje van Lien aan het kijken, nog eentje van Manon en de Sims Challenge van Diana en Rutger. Dus dat ga ik nu nog even verder doen. Daarna ga ik me klaarmaken voor naar de balletles te gaan. En dan zie ik jullie straks weer. Het is nu 7:40. Ik ben net gedoucht. Ik ben van 7:30 terug van ballet. Het was een heel fijne les. Ik ga nu mijn zus haar nagels doen met dit lakje van Summer Vibes. Het lakje zat eens bij de Flair een tijdje geleden in de zomer. Ik weet Summer Vibes, maar ze gaat het kleurtje nu in de winter dragen. Ik bedoel, het kan allemaal. Ik heb nu ook niet echt een heel winters kleurtje op, zeg maar. Dus het maakt allemaal niet uit. Ik ga nu mijn zus haar nagels lakken en we gaan zo meteen op tv kijken. Ik ga nog wat eten, want ik heb altijd nog honger na het ballet. Ik eet altijd ervoor, maar na dans heb ik altijd weer honger. Dus ja, ik ga nog wat eten. Ik zal nog wel een paar beelden filmen. Ik weet, vandaag was het absoluut geen boeiende vlog. Morgen kan het goed zijn dat het ook niet echt geweldig gaat zijn, want ik heb van 11 tot 6 dansen. Super lang, want ik heb repetitie, ik heb nog mijn eigen les, ik heb nog dat ik les moet geven aan kleintjes, aan kleine kinderen. Samen met een vriendin doen we dat, heel erg fijn. Dus het wordt morgen een lange dag en daarna om 8 uur heb ik een sweet 16 van een vriendin. Dus daar ga ik ook gewoon niet al te veel vloggen en ook sowieso niet mijn camera meenemen als er dan iets aan gaat komen. Dus daar film ik misschien wel wat beelden van, maar daar wil sowieso niet iedereen van op beeld, of ja, op camera. Dus morgen zal waarschijnlijk ook niet heel veel kunnen vloggen, vooral ook niet op dansen, omdat ik gewoon, ja, ik ga niet tijdens de dansles filmen, want het is wel belangrijk omdat we binnenkort, of ja, maart optreden hebben. Dus sorry daarvoor, maar ik doe mijn best, want ik heb in ieder geval heel veel zin om te vloggen. Maar ik denk de eerste echte fatsoenlijke vlog zal zondag zijn, die dan maandag online komt. Maar het komt allemaal goed. Ik ga nu mijn zus haar nagels doen. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you la 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 and baby. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then you la 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 and baby. Boy, look at me in my face, tell me that you're not all about this bass. Really think I could be replaced, nah, I come from outer space. And I'm a classic girl, I'ma hold it up, you're full of something but in love. And what we got straight overdue, go. Het is ondertussen al 11:50 en zoals jullie gezien hebben, heb ik nog wat sfeerbeelden gefilmd. Om de vlog, zeg maar, nog een beetje op te vullen. Dat is eigenlijk wat ik nog de hele avond gedaan heb. Ik hoop dat jullie de startvlog, zeg maar, toch een beetje leuk vonden. Morgen wordt dus, ja, een vermoeiende dag met het dansen en zo. Maar ik doe gewoon mijn best om zoveel mogelijk op beeld vast te leggen. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden als ze het niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!